moment dat ik een vraag kreeg van een leerling die dieper inging op wat ik zelf vertelde. Nou, ik hoekte gewoon. Wat bijzonder is aan Larenberg is dat je als docent heel veel vrijheid hebt om je lessen te ontwikkelen en om zelf invulling te geven aan wat jij belangrijk vindt. Ik doe dat nu 5 jaar. Ik heb in die tijd ook een opleiding gevolgd bij het Albert Einstein Teachers College. Ook al is het een school van, hoeveel leerlingen zitten er inmiddels op? 1400 of zo bijna, met de brugklas van volgend jaar. Voelt het gewoon als een kleine school, weet je. Iedereen kent elkaar en gaat op een hele amicale manier met elkaar om. Als ik terugdenk aan mijn eigen middelbare schooltijd. Mijn school was ook deel van de scholengroep, maar daar merkte je helemaal niks van. En ik denk dat de meeste leerlingen hier wel beseffen dat er meer is dan alleen de school waar ze zelf op zitten. De teamwork is hier enorm goed. En als nieuwe docent voel ik me hier heel erg thuis. Je kan echt wat betekenen voor de kinderen. En ik denk dat dat het meest waardevolle is voor onderwijs, voor mij persoonlijk. Vooral dat het echt gewoon een hele goede sfeer is hier. Het is een hele hechte school, een kleine school. Op het AC zelf, wat ik heel fijn vind hier, is dat er veel collega's zijn van mijn leeftijd. En dat we ook gewoon veel leuke dingen met elkaar doen. De lijntjes zijn heel erg kort en dat vind ik persoonlijk heel erg fijn. Ik blijf het zo leuk vinden en elke dag zijn er wel weer nieuwe voorbeelden van leerlingen die iets grappigs zeggen of die iets heel goeds hebben gedaan. Hoe vaak kom je dat nou tegen, hè? Bij je eerste echte baan? Het is echt heel leuk om hier te werken.